vierdaagse niet vol levenslust en moed. Als goede lopers blijven wij altijd op goede voet. Want wij zijn één voor allen en allen zijn wij één. Zo willen wij door Nederland en door het leven. Goedemorgen beste kijkers, we staan in Bemmel. De eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. En je ziet het is al een drukte van je welste met de wandelaars die hier doorkomen. Voor de tweede keer is het dit keer de andere route, andersom. Dus ze hebben Elst al gehad en Bemmel is zo'n beetje het laatste leuke dorp waar ze doorheen komen. En via Lent gaan ze dan naar de Waal, weer terug naar Nijmegen. We gaan kijken wat we hier gaan beleven. Over enkele ogenblikken zal ik het startschot geven en dan mag u op pad. Maar ik wil niet dat u allemaal een fantastische vierdaagse hebt toegewenst. Heel veel succes, plezier, kameraadschap en sportiviteit bij jullie wandeling. Ladies and gentlemen, let's go for it. Dames en heren, we gaan aftellen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hartelijk welkom bij de tweede start van de 40 kilometer van de 102e Vierdaagse. Welkom also to our international guests. I'm happy and proud that you want to take part in the 102nd edition of our event. Dames en heren, we zijn er klaar voor. De hele Vierdaagse organisatie is er klaar voor. En ik twijfel er niet aan dat jullie er ook klaar voor zijn. De inwoners van Nijmegen, Lent, Oosthout, Elst, Elden, Huissen en Bemmel, ze kijken deze eerste dag reikhalzend uit naar jullie komst. Over enkele ogenblikken zal ik ook voor jullie het startschot geven. En dan mogen jullie op pad. Maar ik doe dat niet, dan wil ik jullie allemaal een fantastische Vierdaagse toegewenst. Heel veel succes, plezier, kameraadschap, sportiviteit bij jullie wandeling. Ladies and gentlemen, let's go for it!
leuke vakstrijder van het V-team. Sepp, ga ik het startschot lossen en we gaan aftellen. 7, 6, 6 5, 5, 4, 3, 2, 1. Hebben ze let, hè? Morgen, je kunt het, hè? Wat een toevalstreffer. Loopt hier ineens Bo langs. En Bo hebben we al eens vaker voor de camera gehad. Want hij was al een paar jaar op rij de jongste deelnemer van de Nijmeegse Vierdaagse. Bo, hoe gaat het met je? Ja, het gaat prima. Ja. Je bent al heel vroeg in Bemmel, hè? Ja, nog eerder dan vorig jaar. Ja, het ging wel heel snel in het begin. Je hebt hard gelopen? Ja, nu kunnen we het laatste stukje mooi rustig aandoen. En zo lekker met het warme weer. Ja, zeker dat je inderdaad de grootste hap gehad hebt. Ja, precies. Hoe was het onderweg? Gezellig? Ja, was wel leuk. Ja. Heb je bijzondere dingen al meegemaakt of in dorpjes iets speciaals? Ja, nu was het heel druk, maar verder viel het allemaal een beetje hetzelfde als vorig jaar. Geen hinder met doorkomen van de wandelaars? Nee, het liep wel goed in het begin. En dan als de 40 er weer bij komt, dan moet je inhalen via de berm. En daarna komt de 30 en de militairen erbij en dan is het bijna niet te doen. Maar dat kan gewoon. Goed zo. Maar je ziet er nog fris en fruitig uit, dus dit gaat lukken vandaag? Ja, vandaag wel. Vandaag wel, de rest moet je nog zien. Heb je veel getraind? Ja, de Drentse Vierdaagse gelopen en 80 kilometer vorig jaar. Oké, nou dan heb je wat kilometers in de benen. Ja, genoeg. Goed zo. En mama loopt mee? Ja. Mama staat in de buurt, maar niet in beeld. Maar gezellig, met z'n tweetjes. Ja. Nou, wie weet treffen jullie nog ergens in Wiegen of in Groesbeek of in Kuik. En we wensen jou in ieder geval heel veel succes. Ja, bedankt. Hey Jan, ja zeg dus. Je loopt mee voor de hoeveelste keer? Dat is de achtste keer, ja. En bevalt het? Het valt goed. Ik heb 4 jaar daar met dit attachement gelopen. Ja. En vorig jaar liep ik alleen. Ja. Ja. Dat beviel me goed. En vandaag weer. Oké, okay, maar je loopt wel met pakking, begrijp ik? Ja, een kleine rugzakje. Ik heb het niet nodig, hè. Nee. Boven de 5 dan. Okay, dan hoeft het niet meer. Dus als je 50 jaar ouder bent, hoef je niet meer met 10 kilo te lopen? Nee. Dus het gaat lekker. Eens met de warmte? Ja. Te doen. Altijd rustig door drinken. Ja. Gaat je toch een keer nog achter? Maar het is allemaal goed. Oké. Wel toch dat je hier zat. Ja, mooi, hè? Hé, hey, ga lekker zien. Ga lekker zien. Houdoe. Kan ik u misschien iets vragen? Ja. Hoe gaat het met u?
Het gaat goed met mij. Ja, u ziet er nog best wel fris en fruitig uit. Gelukkig maar. Ja. Ik voel me ook fris en fruitig. Het is gezellig hier in Bemmel, of niet? Het is heel erg leuk, ja. Loop maar even door, anders dan lopen we misschien in de weg. We kunnen wel even hier blijven staan. Ja hoor, dat is prima. Ja, hoeveel loopt u? Ik loop voor de 23ste keer de 30. Jongen, wat een prestatie. Ja, dat vind ik ook wel. Ongelooflijk knap. Maar het is een zegen dat je dat nog kan. Zeker, ja. En aan één gesloten gelopen? Ja, op twee keer. Eén keer was het heen en één keer hadden we thuis moeilijkheden. Oké, hartstikke goed. U loopt alleen? Ja, ik loop er nog 40.000. Zeker, ja, inderdaad. Maar... Oké, zo. Heel veel succes. Zet hem op. Dames, goedemorgen. Gaat het een beetje hier in Bemmel? Ja, goedemiddag. Gaat helemaal in Bemmel. Ja? Ja hoor. We gaan erheen, maar lopen er zo doorheen. En een beetje last van de warmte of valt mee? Oh, het is wat warm, maar lekker beetje. Nog wel. Een beetje nat, genoeg handdoeken nat, pet nat. Maar gaat het goed. Maar het gaat lekker nog dus. We wensen je nog heel veel succes. Dankjewel hoor. Een beetje lastig gaat, last van blaren nu al? Spierpijn man, ik heb spieren zitten dat ik niet eens wist dat ik zat. Hoe komt het, maar wel genoeg getraind of niet? Ja dat wel hoor, dat wel genoeg maar... Maar je moet nog 4 dagen? Nee 3. Ja oké, maar je bent nu nog met de 4e bezig hè? Ja, die tellen we niet meer mee. Die tellen we niet meer mee, maar ga je wel uitlopen denk je? Ja tuurlijk. Oké, dan wens ik je heel veel succes. Dankjewel man. Alsjeblieft. Ja, wij zagen Friesland boppen. Dat klopt. Jullie komen uit Friesland? Jazeker. Heel eind lopen? Nee hoor, dat deden we met de auto. Oké, en jullie verblijven hier in de buurt en jullie gaan lekker de Vierdaagse lopen? Ja, Vierdaagse camping De Dennen zitten wij dus. Oké, dat is goed toe vandaag. Ja hoor. Goed zo, en jullie lopen? Ik loop de 40, mijn vader de 50. Oh, het is vader-dochter. Jazeker. Wat gezellig, de eerste keer? Voor mij de 2e keer, voor mijn vader de 9e keer. 9e keer al? Ervaring in de benen? Ja, ervaring in de benen. Dus, goed zo, en tot nog toe gaat het goed? Het gaat uitstekend. Ja, het is een beetje warm, maar dat wendt wel. Ja, en toch staat een windje, hè? Dus, ja, dat is wel fijn. Dat is wel fijn, dat windje. Dat maakt het luchtig. Nou, heel veel plezier. Gezellig. Goed, dankjewel. Meneer Hillenaar, de eerste dag, hoe bevalt het? Lekker, zonnig. De wind doet alles, want anders zou je het hier afpikken. Maar het gaat goed. Ik mag niet klagen. En met u? Ja, hartstikke goed. Lekker. Vanochtend nog pijn in de rug en nou is alles weg. Maar wel lekker goed getraind, dus je kunt wel merken dat het gedag gaat. Ja, zeker weten. Zeker. Hartstikke lekker. Feestje hier, hè? Ja, feestje. Ja, het mooiste feestje komt nog, hè? 4e dag geloof ik, hè? Ja, precies. Maar dat moeten we nog even halen, hè? Ja, maar, dat, maar geen pijn of zo, dat moet toch lukken? Ja, tuurlijk. Gaan we voor. En hoe is het met u? Ja, zo is het. Kuik is voor de volhouders, toch? Absoluut. Het komt helemaal goed. En bij Kuik dan word je gedragen, hè? Daar rekenen we op. Ja, okay. Hartstikke fijn. Heel veel succes. Tot ziens. Dag, meneer Lennaar. Na het feestelijk doorkomen in Bemmel zijn we nu inmiddels terug op de wedren. En daar tref ik een bekende, een collega van mij uit het onderwijs. Dag Saskia. Hallo Betty. Hoe gaat het met je? Ja prima, goed jou hier te zien. Hoeveel heb je gelopen en hoe was het onderweg? 40 kilometer en het was warm, maar ja, gelukkig een windje erbij, dus het was wel te doen. Ja. Je bent op tijd binnen en je ziet er nog fris en fruitig uit. Ja, en we hebben toch nog wel 3 kwartier bij een massagepost gezeten voor een maat van mij. Dus ik vind dat we het aardig gedaan hebben. Goed zo, voor zo'n eerste dag? Ja, voor zo'n eerste dag prima. Ja. En hoe laat mag je morgen starten? Als het goed is, heeft mijn dochter nu net een kaartje voor mij geruild. Dus mag ik weer om 5 uur starten. En dat vind je hartstikke fijne tijd? Ja, dat vind ik wel heel fijn. Ja, lekker vroeg en dan heb je de hele dag om te lopen. Heerlijk. Nou, ja. Goed zo. We wensen jou heel veel succes en dankjewel. Je gaat het gewoon uitlopen dit jaar. Ja, dat denk ik wel. Dankjewel. Zeg, ik zie je uitgelopen de eerste dag. Hoe viel het u mee? Nou ja, ik vond het heel gezellig. Ja, ik voel mijn voeten nu wel hoor. Maar die benen, dat ging prima.
Maar ja, je zag er wel erg tegenop. Nou ja, ik dacht wel van, jongen, wat heb ik nou weer toegezegd? Maar ik moet zeggen, ik heb genoten vandaag, echt waar. Ja, maar gezellig onderweg, bekendheid, lekker genieten, alleen feesten. Of ook af en toe wel een dipje, denk van oeps, waar ben ik aan begonnen? Nou ja, soms denk ik wel even, nou, even doorbijten, maar nee, het ging al prima. Ja. Dan wens ik u lekkere nachtrust toe en tot morgen. Oké, tot morgen, dankjewel. Dames en heren, dit was dan weer de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Het was de dag van Elst. Betty en ik hebben echt genoten. We hebben mooie interviews gemaakt. Achter ons komen de lopers langs naar binnen. Die gaan straks op de wedren nog iets drinken. Ja. Betty, wat vond jij ervan? Ja, we zijn in het centrum van Bemmel geweest. En daar hebben we vele wandelaars nog met heel veel plezier en fris en fruitig binnen zien komen. En nou, het was goed toeven. Er stond een redelijk briesje, dus het was niet, het was warm, maar het was goed te doen. Ja. Ja. Morgen hebben we weer de dag van Wiegen, maar voordat we naartoe gaan, gaan we een hele mooie draaidag maken bij op Heumensoord, waar de militairen slapen. En deze mevrouw die naast me staat, gaat haar zoons wekken. Dus tot morgenochtend, 4 uur.